Q&A doen. Wie me nog niet volgt op TikTok. Ik heet op TikTok Volbevlogd. Dit is mijn account. En onder mijn laatste video had ik gevraagd of dat jullie vragen hadden voor mij. En vandaag ga ik die beantwoorden. Liefka55 vroeg, wat wou je vroeger altijd al worden? Vroeger wou ik de standaard dingen worden. Beroemd. Daarna wou ik heel graag kleuterleidster worden. Daarna wou ik fotograaf worden. En dat is elke keer gewoon heel hard veranderd. Omdat ik ook zo iemand ben met heel veel dingen die ze eigenlijk wel graag doet. Moors Jelge vraagt, wat was vroeger je hobby? Vroeger vond ik paardrijden echt super tof. Elke vakantie ging ik gaan paardrijden op de Rode Berg. Hier in... Ik weet eigenlijk echt niet meer aan welke stad. Geen idee waar dat wel ligt, maar in de buurt van Heuveland. En ik vond dat echt heel erg leuk. Ik heb dan ook heel lang gezegd aan mijn mama dat ze een paardje wou kopen. We hebben wel de tuin ervoor, maar mijn mama wou niet. Lise Buijsen vraagt, wat is je favoriete tv-serie? Ik heb eigenlijk meerdere favoriete tv-series. Wat ik regelmatig kijk is Friends, Thuis, The Umbrella Academy vond ik nu heel erg goed, Sex Education vond ik nu heel erg goed, Gilmore Girls heb ik super graag gekeken, The Vampire Diaries heb ik op momenten heel graag gekeken, The Originals heb ik op momenten heel graag gekeken. Dat vond ik nog heel erg fijn. Riverdale, of course. Dat vind ik nog altijd wel fijn. Shadowhunters vond ik vroeger heel erg leuk, maar nu iets minder. Dat is het zo'n beetje, denk ik. Gewoon LunaXXX vraagt, ben je een kind? PTW, je bent geweldig. Dankjewel, Luna. Nee, ik ben geen enig kind in tegendeel. We zijn met 5 kinderen thuis. Ik heb 2 broers en 2 zussen. 1 oudere broer, 1 oudere zus, 1 jongere broer, 1 jongere zus. Ik ben dus de middelste van 5. Ariana vraagt ook een beetje, wat wou je vroeger worden en bijna geworden? Nee, ik ben onthaalmedewerker op dit moment. Floor Koel vraagt, droeg je altijd al een bril? Vanaf je kind mee, maar ik draag wel al heel lang een bril. Ik ben nu 24, ik word 25 mei en ik draag hem sinds het eerste middelbaar. Wat is je favoriete eten? Lasagne, spaghetti, alles zo uit de Italiaanse hoek. Alex Hilaert vraagt, wat is je Alex Hilaert vraagt, wat is je favoriete merk? Ik heb niet echt een heel erg favoriete merk. Een merk die ik heel leuk vind is The Body Shop Lush. En van kleding, H&M Plus, Forever 21 Plus, New Look Plus. Britje, vraag op welke leeftijd had jij jouw eerste vriendje? Op mijn 13e, maar dat is echt niks. Het vaakste dat ik met die jongen ben geweest is een kus op de wang. Floorkool vraagt, slaap je nog met een knuffel? Nee, maar wat ik wel doe is soms, ik slaap in een dubbelbed en ik vind het heel leuk om soms zo rond mijn tweede kussen zo te liggen. Heel gezellig. Dan voel ik me soms minder eenzaam 's nachts.
Naastens 12 vraagt hoe lang doe je al TikTok? Eigenlijk geen flow benul. Ik zou dat super graag weten, maar op TikTok heb je niet zoiets dat je kan zien wanneer je effectief begonnen bent. Maar ik denk dat ik nu een groot jaar bezig ben. Makka G vraagt, wil je mager worden? Mager wil ik niet worden, maar ik wil wel gezonder worden. En daarmee ben ik bezig. En in de serie Diëten voor het Leven, hier op mijn YouTube-kanaal, linkje hieronder, vind je daar alles van terug. Lauwertje vraagt, woon je alleen? Nee, ik woon niet alleen. Ik woon nog bij mijn ouders, maar ik hoop dat er daar binnenkort verandering in komt. Handbaltwinnie vraagt, ben je trots op je leven? Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben heel trots op dingen die ik bereikt heb. Maar ik ben ook momenteel denk ik redelijk blij met hoe ik leef. Maar ben ik trots op mijn leven? Sienna vraagt, in welke provincie woon je? West-Vlaanderen. Ik denk dat iedereen die mijn video's kijkt dat overduidelijk hoort. Want ik heb een heel sterk dialect. Ik praat er redelijk aan. Ik heb ook heel veel West-Vlamingen die vragen, Ieperlingen die vragen, kom je effectief uit deze buurt? En ik zeg ja, want zij geloven mij nooit. Maar vanaf dat ik aan voet zet in Antwerpen, Leuven of ergens anders waar ze geen West-Vlaams spreken, merken ze het direct. Aiko vraagt, waar woon je? Ieper, West-Vlaanderen. Sienna vraagt, heb je verkering? Nee, op dit moment niet. Ook Phoebe vraagt dat. Nee. En Sienna vraagt ook, hoeveel kilo weeg je? En hier wil ik daarover niet op terugkomen. Ik weeg genoeg. Maar wil je het heel, heel, heel graag ontdekken? Haal aan het kijken naar de eerste aflevering van mijn serie Diëten voor het Leven. En dan zeg ik het wel. Ook heel lang over getwijfeld, maar daar zeg ik het. Maar ondertussen weeg ik dus minder dan dat. Zo, dit was mijn TikTok Q&A en dat was het liedje waaronder ik de vragen stelde. En ik had dit zelfs uitgedaan in die videoblog, in die TikTok. Als je nieuw bent hier op mijn YouTube kanaal, abonneer je zeker eventjes. Ik ga misschien een paar duetjes verloten onder de mensen die hieronder reageren met hun TikTok username. En dat is een kleine surprise voor iedereen die deze video uitkijkt. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!